Hallo lieve Steenbok, welkom bij jullie maandreading voor de maand oktober 2023. Mocht je deze video op een later moment zien, weet dat het tijdloze berichten zijn en dat er dan op dat moment een bericht voor jou in zit. Kijk ook anders even bij je maanteken, venusteken of ascendant. Nodelijke maanknop zou ook nog een mooie toevoeging kunnen zijn voor je. Wellicht zitten daar ook extra boodschappen voor je bij. De reading kan dus op dit moment al met je resoneren, maar het kan ook op een later moment met je resoneren. Daar kunnen wat stukjes in zitten wat in de mogelijke toekomst wellicht naar voren gaat komen. Dus heb je nu het gevoel dat het nog niet helemaal jouw reading is, kijk dan vooral wel even door, omdat er tot op het eind nog boodschappen door kunnen komen die wellicht op dat moment wel voor jou bestemd zijn. We gaan zo meteen beginnen met 2 orakelkaarten en vervolgens gaan we de diepte in met de tarot. En dan gaan we kijken wat er voor oktober naar voren mag komen voor jullie. We hebben fantasie en een steuntje in de rug. Nou, lieve Steenbok, we gaan eens even kijken waar daarmee te maken heeft. Het voelt voor mij wel dat jij er bewuster van mag zijn dat jij eigenlijk in het energetisch veld ondersteund wordt door ja, gidsen, engelen, dierbare overledenen. En dat dat eigenlijk voor jou een nieuwe wereld is waar jij mee te maken begint te krijgen. Maar we gaan eens even kijken met de tarot wat er nog naar voren mag komen. Nou, de kaarten shuffelen lastig, je ziet het hè. Ze gaan wat lastiger in het deck. Dus er zal een beetje wat struggle zijn tussen het stukje aard en het stukje spiritualiteit of boodschappen die je doorkrijgt. Het aardse stukje is natuurlijk tastbaar en het spirituele stukje is niet tastbaar. En daar kun je misschien wellicht op dit moment een beetje tegenaan lopen. Ik leg de kaarten nog even dicht. Komt op kop. Oké, onderkant dek hebben we de 9 van bekers. Dus dat is wel een mooie toevoeging voor wat er ook komen gaat. Overal energie. We hebben de toren. We hebben de ridder van staven in combinatie met de 8 van zwaarden. We hebben de 3 van staven op kop en we hebben de 10 van staven. Veel vuurenergie. Dus het kan te maken hebben dat jij ram, leeuw, boogschutter energie in je charts hebt zitten. Dus wellicht is die video ook met een boodschap voor jou. Wat hier wel naar voren komt is dat er even zo'n aha momentjes aanwezig zullen zijn. Maar waardoor jij het lastig vindt om het tastbare los te laten. En het stukje tastbaarheid is natuurlijk ook gelijk weer een beetje het aards, hè. Dat kan materie zijn, maar dat kan ook vasthouden aan vriendschappen zijn of wat dan ook. Wat hier dus onderkant dek ligt, is wel dat jij naar een gelukkiger momentje mag gaan. En dat kan alleen als jij de kennis die je hebt ook voort gaat zetten. Je bent een student op jouw nieuwe pad en je hebt het oude leventje of het pad waar je op dit moment zit, heb je eigen gemaakt. Je hebt daar je lessen in geleerd. Je weet wat je te wachten staat. Je weet waar je op voort kunt beduren. Je weet gewoon wat je eraan hebt. Maar doordat dit op dit moment nu aan het ontwikkelen is, merk je ook dat er bepaalde stukjes niet meer kloppend zijn, waarbij je in het aardse bestaan tegen dingen aanloopt en meer op jouw gevoel begint te door te pakken. Maar het houdt jou ook tegen om verder te kunnen gaan. Er zijn nieuwe mogelijkheden op jouw pad aan het komen, maar deze komt in een
omkerende positie, waardoor het nog niet nu de tijd ervoor is. Het is dus belangrijk zelf eerst uit jouw bepaalde ballast los te laten, alvorens je dus ook weer die vernieuwing in kunt stappen. En dit is dus wel de onderliggende kaart waar het naartoe kan gaan, hè? Die kennis en heelheid en die optimalisatie op gelukkige momenten voor jouzelf. Daar ga je naartoe. Dat is waar je aan het werken bent. Maar het voelt voor mij op dit moment dat er elementen in jouw leven zijn waar jij niet helemaal gelukkig meer bent. En in welke situatie dat dan ook. Dat kan in een relatie zijn. Het kan vriendschap zijn op je werk. Het voelt voor mij dat jij nu bepaalde ogen geopend gaan worden. Ogen die heel lang geloofd hebben in het tastbare. En nu zijn er elementen waarbij jij dus die verandering plaats laat vinden. En het kan zomaar zijn dat je eigenlijk, doordat het niet tastbaar is, altijd het gevoel hebt gehad van, nou, het zal wel allemaal onzin zijn. Ik zal het wel allemaal fantaseren, hè? Want dat is nu eigenlijk wat hier naar voren komt. Van dat je een beetje tussen het aardse en spiritualiteit inzet. Dat die bewustzijnsproces nu aan het activeren is voor jou. Waardoor je eigenlijk die eerste stappen nou aan het maken bent in dat hele proces. En dit wordt steeds meer wat ook op jouw pad naar voren gaat komen. Dat je vanuit die gechannelde energie, dat je daar blij van wordt. En dat je anders een beetje in het aardse stukje, als je daar meer vanuit je hoofd handelt, dat je daar merkt van, nou, ik word er niet echt gelukkig meer van. Of ik ben niet echt meer gelukkig. Maar wel als je dan weer naar je innerlijke gevoel luistert. Of wellicht die synchroniciteit ervaart met een dubbele getallen. Of wat dan ook op jouw pad. Van die aha-momentjes of van die toevalmomentjes. Ik zie hier wel dat jij van jouw lessen die je al vele malen achter elkaar hebt ontvangen. Dat je hier iets mee gaat doen en dat je hiervan leert. En dat jij het transformatieproces waar jij in bent gestapt een tijdje terug. Dat je hier dan ook verder op kunt gaan ontwikkelen. En dan hangt het allemaal niet meer zo zwaar boven jou. Maar je kunt echt naar die vernieuwing toe. We hebben hier 2 vertrekkaarten, 2 keer 10. 2 keer met een bewustzijn van nieuwe inzichten, nieuwe kennis. En het loslaten van het oude waar je lang in vast hebt gezeten. We hebben onderkant dek de koningin van staven. Dus het is wel zo dat dit nu jouw zielsmissie of zielspad is waar je juist op bewandelt. Dat ook het juiste is. En dat zal niet makkelijk zijn, want het bewustzijnsproces is echt wel intensief. Wat mag ik allemaal meenemen? Allemaal, oké. Nou ja, het zijn een hoop kaarten, maar goed. We zagen net natuurlijk onderkant dek al de koningin van staven. Ik heb hier de koning van staven in combinatie met de 7 van munten en de gehangende. We krijgen ook de aas van bekers. We hebben hier, even kijken, 1, 2, 3 grote arcana kaarten. Bij de andere hadden we net, bij de maagd hadden we echt heel veel grote arcana kaarten. Dus er was echt een giga-shift. Er zijn eerder zaadjes geplant door jouzelf. Vanuit wel jouw bewustzijn, hè? Jouw onderbuikgevoel of je innerlijke stem. Waarbij jij inzicht hebt gekregen dat je dat eens bent gaan proberen. En het voelt voor mij dat jij elke keer nog geen bevestiging hebt gekregen op die manifestaties. En dat kan te maken hebben omdat jij het niet los hebt kunnen laten of weer in je hoofd zat. Maar het is wel zo dat er de komende periode die zaadjes die geplant zijn, die wensen of op manifestaties die je uit hebt gesproken, langzaam, stap voor stap ook naar je toe gaan komen. Waardoor jij dan ook wel die bevestigingen langzaamaan naar je toe kunt krijgen. En dit is vanuit oprechtheid en liefde. Waarbij je dus ook het gevoel krijgt van, oké, het wordt bevestigd. Die ondersteuning vanuit het universum is er. Ik kan verder op mijn pad lopen. Maar er zijn ook echt wel elementen waardoor jij dus af en toe weer terugvalt in het tastbare. En dat is echt het aardse stukje, om het maar even makkelijk te noemen.
En er is niks mis mee natuurlijk, want jij bewandelt jouw pad op je eigen manier, eigen tempo. En er is geen goed of fout in, want dat is iets wat ik heel duidelijk wil maken. Sommigen zeggen ja, maar als je al verder in je frequentie bent, dan... Hoe zei pas iemand dat toch? Weet ik niet meer precies. Ik hoorde in een podcast en iemand zei iets heel raars dat ik dacht van ja, dat klopt helemaal niet. Want het heeft gewoon puur met jouw blauwdruk te maken, jouw reïncarnatie, met jouw missie wat je hier op aarde hebt. En er zijn gewoon een aantal mensen die nooit in hun bewustzijn op deze frequentie zullen gaan groeien. Omdat hun gewoon een contract hebben getekend om in het aardse 3D effect te blijven. Ondanks dat de wereld dadelijk naar de 5D energie aan het ontstaan is. Hè? De frequentie gaat stijgen van de trillingen. En er zijn, het grootste van het collectief gaat er gewoon in mee. Maar er zullen altijd wat mensen achterblijven. En daar dat is gewoon niet erg. Dat is gewoon goed. Want dat is gewoon hun missie en hun contract die hun af hebben gelegd ten tijde van hun reïncarnatie. Maar wat ik hier dus zie is dat jij een ander contract hebt en dat je dus wel die groeiproces in aan het gaan bent. En dat het er wel ook vernieuwing geeft, nieuwe inzichten geeft. Waarbij jij af en toe toch wel lastig vindt om er volledig op te kunnen vertrouwen. Maar dat is ook niet raar. Dat heeft iedereen. Dus jij bent daar niet alleen in. Je hebt heel veel kennis in je zitten en heel veel innerlijk weten al ontwikkeld. En het is nu natuurlijk aan jou hoe jij dit verder voort gaat zetten. En zolang je het maar vanuit liefde doet, vanuit oprechtheid en puurheid, zul je merken dat jij niet vast hoeft te zitten. En dat even die wake-up call er nu aanwezig is. Waardoor je inziet dat jij veel elke keer in een loop hebt gelopen. Waarbij jij lessen op je pad hebt gekregen en je leerde het niet of je hebt het wel ingezien, maar je wilde het niet verder door gaan pakken. En als dat eerder nog niet het geval is geweest dat je verder door hebt gepakt, weet dan gewoon dat op dat moment jouw tijd er nog niet voor was om dat ook te doen. Dus wees dan nog helemaal niet boos op jezelf als jij op dat moment daar nog helemaal niet mee bezig bent geweest. Want dat hoeft dan op dat moment ook nog niet, omdat het dan, je loopt gewoon de snelheid wat je mag lopen. En ga je te snel lopen, is in het verleden ook wel eens gebleken tijdens coaching sessies of mensen die ik voor een reading gesproken had, voor een persoonlijke reading. Mensen zijn soms, als ze een reading ontvangen, dan zien ze waar het naartoe kan gaan. De mogelijkheden wat er op tafel komt, wat voor hun in het vizier ligt. En dan willen ze er zo hard aan gaan werken dat het heel snel ook gerealiseerd wordt. Maar door dat heel snel te willen realiseren, zie je sommige stukjes wat geleerd mag worden over het hoofd. Waardoor je dus ook weer terug wordt gezet op dat oude stukje om alsnog die les eruit te gaan halen. En het is juist de kracht om op jouw eigen tempo het te gaan bewandelen en niks te willen gaan forceren. Want alleen dan zul je vanuit die oprechtheid en eerlijkheid die stabiliteit kunnen blijven waarborgen waarop jij verder mag gaan groeien. Maar goed, ik pak voor jullie nog een engelenboodschapkaart voor deze boodschap voor vandaag. En dan hoop ik dat ik toch de juiste inzichten over heb mogen brengen. En heb jij het gevoel van, nou ja, dit is niet mijn tijdlijn, ik heb dit al doorlopen. Kijk dan echt even bij je maanteken, venusteken of ascendant. Want dan zit daar op dit moment jouw boodschap gewoon in. We hebben gerechtigheid, engelen van meedogen. Zie de wereld door de ogen van een engel voordat je kiest. Wees eerlijk en laat emoties niet meespelen bij je keuzes en acties. En dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Hè? Als je vanuit gevoel, vanuit liefde en oprechtheid de keuzes maakt en niet vanuit je hoofd of boosheid of angst of wat dan ook, dan kun jij echt een hele mooie stap vooruit maken. Projecteer je ook niet in de slachtofferrol als je denkt van, oh, pff, alweer een les en het lukt me niet en bla 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 bla. Nou ja, je kunt hulp en ondersteuning vragen, want de kaarten die hier liggen, ziet er wel naar uit dat jij een situatie, of in ieder geval een
karmische loop of een loop waar je op dit moment in zit kunt doorbreken. Zodat je naar die vrijheid en nieuwe richting kunt gaan. Nieuwe zaadjes die geplant kunnen worden. En vanuit daar dus verder nieuwe inzichten mag gaan krijgen waar het nieuwe pad naartoe gaat. Dus alle lieve steenbokken, ik wil jullie heel veel liefde sturen. En mocht dit jouw reading zijn, laat dan vooral een berichtje of een like achter. En kijk anders echt even bij de andere readingen. Dan zit wellicht daar jouw boodschap in voor deze maand. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doei doei!